In de Nationale Assemblée is vandaag de Rekenkamerwet in een openbare commissievergadering in behandeling genomen. In de wet worden de regels met betrekking tot de instelling en de organisatie van de Rekenkamer besproken. Commissievoorzitter André Misikaba ging in op de controlerende taken van de Rekenkamer. En in lid 3, de in lid 2 aanhefbedoelde personen zijn te alle tijden bevoegd aanvulling van de in dat lid bedoelde bescheiden en bewijsstukken te vorderen. Dus wanneer men komt en men vraagt A, B, C, D documentatie, men kijkt erin, men voert de controle uit en men gaat weg. En naderhand vindt de rekenkamer, maar ik moet toch nog dat een ander ding controleren wat ik nog niet heb gedaan, kan men altijd weer vragen. Dus aan minister Noma Fuga van u was al vorige week hier, dus u komt weer hier. Nou, de overheid, de rekenplichtige moet ten alle tijde, dus al komt de rekenkamer 3 keer in de week, uiteraard zal men rekening houden met het schema van het ministerie, met werktijden en dat soort dingen. Maar die rekenkamer zal ten alle tijde haar werk moeten kunnen doen. Commissielid Riyad Noor Mohammed is blij met het initiatief om de wet te vernieuwen. Over het algemeen vindt hij het een goede wet, maar hij plaatst wel vraagtekens bij de besteding van middelen. Maar het probleem is vaak anders en ik heb dat een beetje opgenoemd. Dat middelen vaak worden besteed zonder dat we een goed kwalitatief en kwantitatief onderzoek en controle hebben. Dat is belangrijk. Hoe controleren we dat? Wat gaat de Rekenkamer doen? Wat hebben we in de wet hierover geregeld? Ik heb die vraag ook aan het einde. De kwalitatieve en kwantitatieve controle. Tweede punt is, of zeg maar tweede zorgpunt is, middelen worden besteed op basis van soms vaak populisme of gebrek aan inzicht. Ja, vaak besteedt men een project, maar eigenlijk weet men niet precies ja, wat, of dat duurzaam is. En die passen vaak goed in de formule van recht en rechtmatigheid en doelmatigheid. En wat kan de Rekenkamer hieraan doen, voorzitter? Dat zijn vragen die ik stel, die de regering moet beantwoorden, of de initiatiefnemers. Dat was commissielid Riyad Noor Mohammed vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de Rekenkamerwet in commissieverband.